terwijl de VHP-ABOP, PL, Doe en Palu zich lovend maar kritisch over de overdracht van de Afubakadam hebben uitgelaten, is de NPS als enige oppositiepartij niet ingegaan op de uitnodiging van president Desi Bouterse. Het staatshoofd is gisteren begonnen met informatiesessies om parlementaire oppositionele politieke partijen te informeren over de overname van het waterkrachtwerk. Volgens NPS-voorzitter Gregory Rusland is zijn partij niet ingegaan op de uitnodiging, omdat zij sinds 2015 in en buiten het parlement haar visie heeft gegeven over deze issue. We merken dat in 2019, op een gegeven moment, wij bij het bekendmaken van onze visie met betrekking tot bepaalde punten, uiteindelijk de coalitie, de visie van de regering, heeft doorgedrukt om het een en ander af te handelen en men ging ervoor om op 31 december 2019 de dam in handen te nemen, no matter wat, koste wat kost. Nu is die datum verstreken en inderdaad merken we dat Suriname de dam in beheer heeft gehad. En dan vraag je je af van, maar wat moet je nog geïnformeerd worden? De dam is al in handen van Suriname. De NPS-voorzitter zegt verder dat het anders zou zijn wanneer de president had aangegeven dat er nog onderhandeld werd en zaken alsnog gewijzigd konden worden. Op dit moment is er niets meer in te brengen, omdat de regering en de coalitie reeds alles hadden beslist, benadrukt Rusland. Wij vanuit de NPS moeten direct ons erbij haasten, want men moet niet denken van wij zijn tegen de overname van de dam en NPS is niet blij. De NPS kijkt nuchter tegen de zaak en we zijn toch wel positief gestemd met de overname. Ondanks het feit dat wij weten dat in 2033 die dam automatisch in Surinaamse handen zou komen zonder te onderhandelen. Het moment van nu 2020 vinden wij jammer, omdat wij vinden dat eigenlijk onder de omstandigheden waar die regering onder heeft kunnen functioneren, die dam reeds in 2015 in Surinaamse handen moest zijn. En dat heeft consequenties gehad voor ons. Hoe zou dat dan? Omdat in 2014, 2015 de Alcoa aankondigt dat men stopt met de productie van bauxiet en aluinaarde in Suriname. En dat zijn twee van de belangrijkste onderdelen in die Brokopondo-overeenkomst van 1958. Wanneer men stopt met de productie, betekent het dat de basis om die dam nog te houden en energie uit waterkracht te halen voor Suralco Alcoa, dat die basis komt weg te vallen. Dit zou tot gevolg hebben dat er niet zulke hoge tarieven betaald hoefden te worden voor de stroom die de afgelopen 4 tot 5 jaar is geleverd. De regering zou dan ook niet de $120 miljoen hoeven te lenen bij de Oppenheimer Bank. De NPS laat echter geen wanklank horen over het beheer van de dam. Dat ligt bij Staatsolie. Voor Rusland is het wel belangrijk dat gekeken wordt naar wie het onderhoud op zich zal nemen.